Nou, iemand vroeg mij om te filmen hoe ik dat filter erachter doe. Ik heb eerst de randjes afgeknipt en toen een beetje dubbel gevouwen. Zoals jullie zien, ik heb de buitenste rand heb ik weggehaald. En dan ga ik textiellijm om de rand doen. En dan leg ik hem op dit stuk vilt. En dan plak ik hem er zo op. En dat laat ik dan even zitten. En als het vast is, dan ga ik dat eraf knippen. Ik denk zelf dat dat het makkelijkste is. Ik heb het zelf ook nog nooit gedaan. Dus ik gebruik textiellijm van Bison. Dat laat geen verkleuring achter. Dus ik doe niet heel veel, want anders dan krijg je natuurlijk best een hele klots overal. Nou, dat wil ik niet. En ik doe het zo meteen ook nog een beetje met mijn vinger even wat verdelen. Is heel spannend dit. En ik ga hem zo meteen ga ik hem geven. Want ik mag mijn kleindochter gaan kijken zo meteen. Kijk, dan doe ik het gewoon even iets verdelen met de vinger, zeg maar. Maar af en toe even in de camera kijken of dat nog wel te zien is voor jullie. Zo. Dan pak ik hem op. Dan schuif ik eerst het vilt en dan ja, ga ik hem erop leggen. Even goed kijken dat hij echt wel goed pakt. Even hier iets heen trekken. En dan is het afwachten of dat het lukt. Ik laat jullie zo meteen het resultaat zien.